Ja, de mooiste best, de beste ontworpen krant van de wereld. Hey meisje. Ja. Ready Moreira. Ik voel gewoon een hele mooie leven komt voor mijn ogen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Taxi Calvijn. Mijn naam is Calvijn en dit is mijn taxi. En in deze taxi mag ik alles zeggen, alles doen en alles vertellen wat ik wil. Elke vraag die in mijn hoofd opkomt, stel ik aan mijn passagier. Er komen vandaag namelijk weer 4 nieuwe mensen in mijn taxi. Die breng ik van A helemaal naar B. En het wordt super gezellig. Veel kijkplezier. Let's go. Stap in. Hoi. Welkom in Taxi Calvijn. Ronald. Ronald. Ik ben Summer. Summer. Ik ben Wahid. Wahid. Wahid, de hoe noem je dat? Wahid, de jongen van de oranje. Le leuke oranje meisje. De jongen van de oranje. Jij heet Tirza. Yes. En Tirza? Is 18 jaar oud, komt uit Assen. Assen? Ja, lekker. Een lekkere platteland daar. Ken je ook een beetje Drens, bro? Nou, dat ken ik wel, hè. Wat doe je in je leven? Voor de mensen die niet weten wie Summer is. Nou, ik ben Summer, ik ben model. Ik ben model. En daarnaast doe ik ook nog voetbal. Waar voetbal je dan? Bij Feyenoord? Nee. Oh. Bij de Zwervers. Bij de Zwervers? Ja. Het klinkt heel raar, maar het is echt een goede voetbalclub. Ja, ik vind het vet. De Zwervers. Ja. Wat goed, je bent model en je voetbalt bij de Zwervers. Wat is jouw functie bij het Parool? Ja, ik ben... Ben jij schoonmaker? En dan hoor je dat gerucht gisteravond. Vanochtend komt de bevestiging en een redactie. Ja, het... Ben jij... Nee. Okay. Nee, ik heb wel een hoop gekke banen gehad in mijn leven. Visboer geweest. Okay. De markt van Hilversum. Nee, ik ben de hoofdredacteur. Je bent dus de hoofdredacteur. Ja. Dus je bent de opperbaas eigenlijk, van het Parool. Ja. Oké, wat goed. Eigenlijk wel. Ik zie jou wel eens fietsen door Amsterdam-Oost. Ja. En dan ben je altijd vrolijk. Ja, en dan zing je. Ja, maar Mattie, ik bedoel als je 36 jaar, je ziel, die zit in een gevangenis. Want toen ze mij dat ding gaven, zei ze tegen mij van, ja, je bent dood, maar je bent inlevend. Weet je wat dat betekent, Mattie? Ik heb geen idee, Mattie. Ja, er is een hele gemene beest over je lichaam, snap je? Ja. Het is bekend, dat heeft, misschien heb je wel eens van Robbie Williams wel eens gehoord. Ja. Met die nummer, met dat beest. Ja, nou, ja, ja, ja. Dat ja. Heb ik, tweeling van hem. Wat wil je laten worden? Ja, DJ. Ja, kunnen leven van mijn passie, muziek. DJ? DJ, ja. Ik ben er nu mee bezig, een tijdje, 2 jaar ongeveer. Okay. En ja, produceren en dat soort dingen. Je produceert ook? Ja. Oké, kun je ze dat laten horen? Tegenwoordig is elk nummer heel simpel. Dat is waar, maar de gouden vraag voor elke producer is natuurlijk... Fruity Loops of Logic? Fruity Loops. Hoezo ben je dan, als je 8 bent, ineens model in Spanje? Mijn moeder die was kapster. Ja. En ze had een vaste klant. En die vrouw die ging later iets met fotografie doen. En die vroeg dat ik een keertje voor de camera wou staan. En mijn moeder zegt, we kunnen het proberen. Ja. En ik vond het leuk om te doen. En iedereen vond de foto's mooi geworden. Ja, en ja, behalve jij. Ja, ik had er nog geen verstand van. Dus. Nee, nu wel natuurlijk, want je bent 10. Een soort van. Nee, ik loop te oud. Klopt het dat jij helder ziet? Ja, ik ben helderziender. Jij ziet helder. Ik voel dingen. Ik voel dingen van afstand. Dat gaat gebeuren. Hè? Ja. Zoals je mij ziet nou. Ik voel gewoon een hele mooie leven komt voor mijn ogen. Ja. Soms kom ik... Nee, soms gaat dat medicijnen. Gaat medicijnen sterker zijn. Ja. En dat maakt de huid heel erg dun. En dan heb ik geen last van strakheid. Of van uitlekken en dan kom ik in mijn natuur. Over het algemeen is natuurlijk een beetje het beeld van een journalist dat het zo'n soort, ja, zo'n hongerig type is naar sensatie. Ja. Is dat ook zo? Nee, niet naar sensatie. Journalisten zijn wel heel nieuwsgierig. Kijk, maar eigenlijk, er is een raar beeld. Ben je een goede journalist? Nou, als je altijd bezig bent om het nieuws te vinden, als je verhalen boven water krijgt die anders niet zichtbaar zouden zijn. Ja. Als je de macht goed controleert, want het is natuurlijk, kijk, journalisten worden nu vaak gezien als inderdaad surpieten en lastpakken. En mensen die de meningen zouden manipuleren, maar dat is allemaal niet het geval. Okay. Goede journalisten zijn mensen die altijd op zoek zijn naar de verhalen achter de schijn. Ja, Summer, luister, is het Summer of Summer? Summer. Summer. Ja.
I went the summer on you. Er zijn echt heel veel liedjes met mijn naam. Summer, ik ga je het woord stereotype uitleggen. Kijk, het stereotype beeld is een beetje, denk ik, dat mensen denken, ah joh, die moeder en die vader, die gaan het kind uitbuiten. Dat krijgen ze natuurlijk wel vaak om de oren. En, kijk, en wat wil je tegen zulke soort mensen zeggen? Pak je shine. Nou, mijn ouders, die weten dat ik heel bij de hand ben. Dus ik geef gewoon een grote mond terug. Ja. Dus als ze mij zouden proberen te pushen en ik zou het doorhebben, dan had ik echt gezegd van, nou, dat mogen jullie zo denken dat ik het ga doen, maar dan hebben jullie het toch echt goed mis. Dat ga ik echt dan niet doen. Maar dit vind ik zelf echt heel leuk. Ik heb nu tot ongeveer zo, maar ze zijn nog niet allemaal uit, maar ik heb nu een stuk of 12 nummers, alleen een heetnummer. Alleen maar heetjes. Als ik op straat zit te zingen, dan is iedereen zo. Ik heb meegemaakt bij de Muziek Factory. Ja. Ze hadden daar een vergadering buiten, allemaal muzikanten en zo. Ik begon daar te zingen. Ze, van het begin denk ze, oh. En ze gingen ze gewoon aan praten en werken. En daarna begon ik met dat nummer. En toen begon één voor één te draaien. Ja. Snap je? Maar kun je een liedje zingen? Ja, waarom niet? Ja, let's go. Oké. Okay. Hey meisje. Toen we klein waren, was je verliefd op mij. En nu zijn we eenmaal groot geworden. Kom ik jou in overkant tegen. Wat vind je van mijn muziek dan? Ja, geweldig. Echt? Ja, de missie. Nee, maar even niet lullen, gewoon wat je echt vindt. Het is niet mijn smaak. Okay. Ik hou gewoon niet van die hardere stijlen. Maar als ik hem zou horen en ik heb wat achterover bijvoorbeeld, wat drankjes. Juist. Dan zou ik helemaal los op kunnen gaan. Maar dat is ook het hele idee. Ja, maar ik vind hem echt leuk. Goed zo. Hey meisje, ik heb jou altijd in mijn dromen. Jullie zijn ook de allerbeste krant, toch, ter wereld? Ja, maar dat is toch gezegd. Twee keer de beste krant ter wereld, toch? Ja, ik zou graag zeggen dat het helemaal waar is. Maar dat dan waren de mooiste kranten van de wereld. Ja, de beste ontworpen krant van de wereld. Okay. Een hele grote prijs. Ja, wat ziek. Maar dan heb je gewoon al de New York Times en zo gewoon zo tak, tak, tak. Allemaal die waren genomineerd met de New York Times de eerste keer. En ook met The Guardian en met een grote Italiaanse krant, La Repubblica. Ja. Wij waren daar als hoofdredactie, omdat we dachten, nou ja, het is altijd leuk om zo'n reisje te maken en wat gin tonic te drinken. Maar wonnen we dus die prijs. En was ik stom verbaasd over. Ik zag in één keer ons logo heel groot. Toen waren we de World's Best Design Newspaper. Lekker. En het jaar daarna nog een keer, maar toen moesten we de prijs delen met de New York Times. Mag ik je handje komen vragen? Tij, rij, rij. Tij, rij, 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 rij. Je komt mij niet pakken, meisje. Je bent ook slim. Toch? Ja, ik zit in de plusklas. Ik heb VWO gedaan, die heb ik gehaald. En daar ben ik best wel trots op. Ook omdat ik verder niks met mijn diploma doe. Maar ik vind het wel lekker om te kunnen zeggen dat ik gewoon VWO heb gedaan. We hebben nou ook Chinees gehad. Chinees? Of nee, Japans braaien. Dus voor blinde mensen. Japans braaien? Nou, ik dacht ook zo van, ik kan nog niet eens Japans zelf. En dan moet ik ook nog eens gaan doen voor blinde mensen. Je zit in groep 6. Ja. En je krijgt Japans braaien. Ja. En dan... Ik ben een hele kleine, slimme jonge vosje meisje. Nelt als Johan achter de ballen. Je kon mij niet pakken, meisje. Ik moet even tanken. Is goed, maar het is een hit. Ja, is een hit. Het is een hit, man. Ja, ik zeker. Ik ga even tanken. Blijf lekker zingen. Ja, is goed. Doe lekker je ding. Johan van den. Draai, draai, draai met je oranje molen. We nemen je lekker mee. Kijk. Hoe gaat dat met je vriend? Het gaat hartstikke goed. Hoe gaat het met jou? Ja, lekker man. Met wie zou je willen werken? Nou, mijn idool zelf is echt Freddy Moreira. Ik weet niet, zijn hype, zijn muziek. Freddy Moreira. Ja, ja. Freddy Moreira. Ja, ik... Verder weet ik niks van Freddy Moreira. Maar alleen dat is het enige. Gewoon... Die tag gewoon, Freddy Moreira. Die komt overal, overal, ja. Rodat, het is nu zaterdag. Ja. Het is een mooie dag. Het is 1:15 ongeveer. Ja. En als er nu in Leeuwarden een zieke aanslag wordt gepleegd. Ja. Wat gebeurt er dan? Wat moet jij dan nu doen? Dan ga ik... Nou, ik ga nu naar de redactie om wat spullen moet ophalen. Maar
dan zou ik meteen ook, we hebben natuurlijk allemaal appgroepen, dan binnen een seconde ontploft die appgroep, zitten allemaal chefs, nieuwe chefs. Ontploft, goede woordkeuze. Ja, ja, een beetje ongelukkig, maar ja. Hey, bij ons gaat er ook wat af in elk geval. Ja. Want dan, dat hoort bij journalisten, die worden onrustig, je wil meteen daar wat mee doen. We hebben op de website nu, zitten natuurlijk een mannetje of twee, drie nu ook te werken op de redactie. Die gaan van 17:15 tot 's avonds, nou, tot middernacht zitten die daar. En dan wordt het overgenomen door mensen in het buitenland vanwege tijdverschil. Dus we zijn 24 uur bezet. Ja. En dan gaat onmiddellijk worden de stukken opgezet. We gaan onmiddellijk onderzoek uit. We gaan onmiddellijk bellen. We gaan mensen naar Leeuwarden toe. En we gaan natuurlijk ook dan meteen bij elkaar komen. Dus waar je ook zit, al kom je van het strand of vanuit het park. Ja, of ben je aan het barbecuen en loop je in je gele zwembroek van mij apart. Je moet meteen naar de redactie. En maar het mooie is van dit soort dingen, dat is echt zo. Ja. Je hoeft dan niet de mensen te bellen, want ze komen allemaal. Want daarvoor ben je journalist. Weet je, je wil dan gewoon je verhaal maken. Ja. Maar hoe lang is het geleden dat jij in een auto hebt gezeten? Ja, van het eind 19e eeuw. Jij hebt al maar kan je nagaan, Mattie? Niet alleen in de auto, maar ook in de bus en de tram. Ik alles verandert in Amsterdam. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld ergens naartoe moet, dan zit ik in de war. Dan denk je gewoon die tram, oh je gaat dan maar eens allemaal veranderen, zo bij het poststation. Dat stopt nou tram 1, eerst was 3. Dat wist ik helemaal niet. Een vrouw vroeg aan mij, waar is de tram 3? Zullen we de metropoolstation? En één keer roept, nee, dat is dat nummer 1. Leuk. We zijn bij het Parool. Ja, dank voor de rit. Ja, ik ga je spreken. En ja, als ik ooit op de voorpagina van Parool wil, dan bel ik je. Ja, je kunt me meteen bellen en dan gaan we dat fixen. Oké. Okay, misschien een heel klein fotootje, maar dan sta je er wel op. Dat is goed. Ja. Dankjewel. Yes, geen probleem. Heb je al een vriendje? Ik had. Je had een vriendje? Ja. Wat is er met het vriendje gebeurd? Het is uit. Ja, dat heb ik op een hele rare manier gedaan. Heb je het uitgemaakt? Heb jij het uitgemaakt? Ja. Waarom? Nee. Het is een beetje irritant. Oké. Maar, leg eens uit. Of wil je er niet over uitlaten? Dat kan ook, hè? Je kan ook gewoon zeggen, Kelvin. Ik weet niet of hij dat zo leuk vindt. Waarschijnlijk niet. Oh nee, ik heb hem geslagen. Wow! Maar hij was echt heel irritant. Hij was echt heel irritant. Oké. Maar heb je hem hard geslagen? Of gewoon een beetje? Hard. Met vuist. Ja. Met vuist. Ja. Op zijn hasses. Ja. Wow, oké. Het is tijd om de rit stop te zetten. We zijn op plaats van bestemming. Yes. Tirza. Dankjewel. Ben je verslaafd aan iets? Ja, ik rook alleen met jointjes. Oké. Ja. That's it. That is it. Drink je alcohol? Nee. Nee? Nooit gedronken. Nee? Echt niet? Nee, jongen. En je gebruikt ook geen andere rotzooi, gewoon een beetje blowen? Nee. Ik ga altijd naar de beste vriend, een coffeeshop. En daar ga ik altijd een grammetje en daar rok ik de hele dag mee. Lekker, man. Helemaal goed, we zijn op plaats van bestemming. Lekker, man. Hey. Oh, nee, hier deze. Zo. Het is lang geleden, hè? Ja. 19e eeuw. We zijn op de plaats van bestemming. Ik vond het een eer dat ik je mocht rijden. En dat wordt al €37,50. Wacht, ik bel mijn vader even, ja? Ja, doe dat. Doei, Summer. Doeg. Doei, Summer. Het was gezellig. Doei, Summer. Niet doen. Doei, Summer. Niet doen. Dag, Summer. Niet doen. Dag, Summer. Doei.